Ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ik volg een opleiding. We hebben net een huis gekocht. Uh, ik ben zelfstandig ondernemer daarnaast. Um, drie kindjes. En het eerste wat ik zei was: ik wil geen struggle life. Ik wil niet struggelen in het leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spot On. De 37-jarige Fahista probeerde twee jaar lang zwanger te worden, maar het lukte telkens niet. Toen ze bijna de hoop opgaf en langs verschillende artsen was gegaan, werd ze plotseling zwanger van maar liefst een drieling. Hoe dit voor haar was en hoe ze nu als alleenstaande moeder voor drie jonge kindjes zorgt, vertelt ze hier vandaag bij Spot On. Welkom Fahista. fijn dat je wilt komen vertellen. Je wilde graag zwanger worden, dat lukte twee jaar niet. Hoe was het voor jou om te ontdekken dat je zwanger was? Oh, hoe was het? Het was een mix van emoties. Ik was opgelucht. Ik vond het spannend. Ik was blij. Ik was emotioneel. Het was... Ik was alleen thuis. Dus ik heb die test ook alleen thuis gedaan. Ik heb die test wel vaker gedaan, zo'n zwangerschapstest. Mm. Uh, en dan wacht je, en dan, weet je. Het doet zijn ding. En je kijkt ernaar. En je kijkt naar de klok. En je kijkt naar dat ding. En... Ja, op een gegeven moment stond er toch echt zwanger. En dan van, hè? Het duurde even voordat het. Uh, voordat ik het besef had van, hé, hey, ik ben inderdaad zwanger. En wat deed dat gevoel met jou? Het maakte me emotioneel. Ja, ik, het was gewoon huilen. Je bent alleen thuis. Uh, de dag voor mijn verjaardag heb ik die test gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is echt het beste cadeautje ooit. Weet je, dit heeft niemand voor mij gekocht. Dit is mij gegeven door, omdat ik christelijk ben, gelovig ben. Dit is gewoon van God naar mij. Ben je op een natuurlijke manier zwanger geworden? Mensen denken vaak aan IVF, mm -hmm. drieling, hè? dat is niet echt natuurlijk. Dat komt niet zo snel voor. Ja. Maar ik ben blij dat dat traject mij uh, bespaard is gebleven. En, en wanneer hoorde jij dat het een drieling was? Uh, toen ik in het ziekenhuis lag, uh, voor de eerste echo. Dan lig je daar met uh, de echoscopist en dan gaan ze met die echo over je buik. En... Op een gegeven moment, ze keek naar dat scherm en ze viel stil. Ja, ik wist niet waar ik naar keek. Ik zie gewoon grijs en zwart en een beetje ja. wittig. Ze kijkt nog een keer. Ze gaat weer met dat ding over mijn buik. En ze zei: ze ziet er twee. En toen was ze weer stil. En dan denk je: is er iets? Klopt er iets niet? Of... En toen zei ze: ze zag er drie. En toen heeft ze de collega's erbij gehaald. En op een gegeven moment stonden daar drie of vier specialisten. Ik weet niet. Ik lag daar en ik, ik had geen besef. Ik was gewoon vlak. Ik snapte niet wat ze zei. Ik was stil. Nou, dan ga je naar huis super happy, <laughs> of, uh, uh, of niet? Ik ging niet naar huis. Ik was zo... Uh, hoe, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik leefde in een soort van... Het was gewoon wazig. Ik zweefde, als het ware. En ik liep het ziekenhuis uit, liep het centrum in, ver van de auto vandaan. En we liepen, we liepen gewoon. En op een gegeven moment brak ik in het centrum. Ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ik volg een opleiding. We hebben net een huis gekocht. Uh, ik ben zelfstandig ondernemer daarnaast. Um, drie kindjes. En het eerste wat ik zei was: ik wil geen struggle life. Ik wil niet struggelen ja. in het leven. Ik heb mijn moeder heel hard zien werken, uh, zoals alleenstaande moeder van zeven kinderen. En dan is dat mijn referentiekader. Ja. Ik dacht: ik, 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 ik weet niet hoe ik dit ga doen. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. Maar ik wist niet hoe. En toen ik het er eenmaal uitgehaald had. Uh, toen dacht ik: Ik kan dit. Ik wil dit. Dit is wat ik. Pff, ik wil al. Hoe lang? Kinderen. Um, en twee jaar bewust mijn best gedaan. Maar ik wilde daarvoor al kinderen. Um, en dan krijg je het. Voor mijn gevoel met terugwerkende kracht. Ja. Dan dacht ik: Ja, dit is echt de jackpot. En toen ben ik gestopt met die opleiding. op advies van de gynaecoloog um, Om stress te vermijden. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En niks boeide me in mijn zwangerschap. Echt helemaal niks. Dingen waar ik me voorheen druk om kon maken, dat was niks. Ik ben nog nooit zo relaxed geweest als met mijn zwangerschap. Echt waar? Ja, echt waar. Meteen, hoe verliep die zwangerschap? Ja, soepel. Stressvrij. Ik heb niet één keer overgegeven. Geen misselijkheid. En ik was heel erg uh, met mezelf bezig. Dus positiviteit over me uitspreken. En ook gewoon liggen in bed van oké, okay, hoe zie ik dit voor me? Is, het zonder, is de bevalling zonder complicaties gegaan? Ik had zelf geen complicaties. Ze zijn er allemaal... Toen het persen begon met een uur en een kwartier... waren ze er alle drie uitgeperst. Dus het is natuurlijk gegaan. Ik heb geen medicatie gehad. Dus ik heb, ik heb alles heb ik gevoeld. Maar toen Joa geboren werd, Naila kwam. En tussen Naila en um, Justice zat tijd. Uh, en toen Naila geboren was... Um, toen ontstond de ruimte in mijn baarmoeder... waardoor de jongens van plek zijn gewisseld. Dus eigenlijk baby nummer drie... Is baby nummer 2 geworden? Ja, dus toen uh, Justice uh, was baby, baby nummer 3 werd nummer 2. En toen Joa geboren werd, um, de sfeer veranderde. En het werd stil. Uh, ze spraken Latijn. En toen dacht ik, dit is anders. En uh, toen keek ik naar die uh, monitor en je zag uh, hartslag dalen. Uh, het was niet mijn hartslag wat aan het dalen was. Dus op een gegeven moment heeft ze er ook um, zo'n uh, pomp bij gepakt. Het ging super snel met die pomp erin, trekken, trekken, trekken. Die pomp schoot op een gegeven moment ook los. Ik zal je er dit uit besparen, maar het is voor de vloeistof rond. En het geluid was zo luid, ik dacht, zit het hoofdje van mijn kind er überhaupt nog aan? Dus het was zo intens. Dus ze moest met zo'n snelheid en zo'n force. Uh... Ja, wat ging er op zo'n moment? Het gaat natuurlijk heel snel, maar wat gaat er dan doorheen op zo'n moment? Je denkt niet. Je, het enige wat je, wat je voelt is dat je moet opschieten. Dus je voelt gewoon, raap alle kracht uh, die je nog hebt. Uh, raap het bij elkaar. Creëer het desnoods als het er niet is. Uh, het is de laatste baby die je eruit moet persen. En het moet snel. Ik, je voelt dit moet snel. Um, en ik heb ook geperst. En nog een paar keer uh, geperst. En op een gegeven moment, met een hele soepele beweging, heeft ze uh, de navelstreng om Joa's nekje gehaald. Dus ze had de navelstreng die zat om zijn, wist ik het, maar dat doen ze bewust. Want als je daar ligt te persen en je hoort oké, okay, er dus ligt een navelstreng. Nee, de, is niet. Je, ik kan... Dan kun je ook ja, in ik, shock raken. In ja. shock raken, dan pers je niet meer en dan ben je nog verder van huis. Dus... Uh, dus we nee, achteraf toen, kwam we nu achter dat het gebeurd was? Ja. Maar verder was, waren het kindjes gezond? Ja, alleen Joe, um, uh -huh. hij heeft extra zuurstof uh, toegediend uh, gekregen. Maar hij ademde wel zelfstandig. En dan, dan kom je thuis en dan begint jouw kraamtijd met drie baby's. Ja. Hoe was dat? Nou, mijn kraamtijd begon niet met drie baby's. Het begon met twee, omdat Naila die um, lag nog op de afdeling neonatologie. Want toen ze geboren was, toen woog ze 1700 iets gram. Uh, en daar gaat nog 200 gram vanaf hè, na de bevalling. Dus ze was heel klein. Dus ik heb tien dagen, nee, negen dagen met uh, mijn kinderen in het ziekenhuis gelegen. Waarvan Naila op een andere afdeling. En mm -hmm. uh, Justice was de enige die vanaf dag één naast me heeft geslapen. Joa kwam er de volgende dag bij. Oh, ja. En Naila mocht ik volgens mij na een week, een week nadat ik thuis was, met de twee boys uh, ophalen. Zo, en hoe was dat voor jou om één babytje achter te laten? Hartverscheurend. Ik had er al moeite mee dat ze... Daar lag alleen. Weet je, ik weet ja. gewoon, kinderen zijn geboren en die horen. Weet je, die skin-to-skin. Die en skin, dat, dat ze mama ruiken, maar mijn kind ligt daar op een verwarm matras. Ze dus kregen wel lief Oh man, de mensen van de Flevo ziekenhuis hebben haar ook extra liefde gegeven. Omdat ze haar zo leuk vonden en schattig. Dus ze dus kregen heel veel aandacht. Maar het is niet. Het is geen. Scher, het is niet mama. Nee. Dus ik, man, vanaf de geboorte had ik al Mom Guilt. En als je dan echt terugdenkt aan, aan, aan die kraamtijd, aan die moeilijke tijd. Ja. Yeah. Uh, wat was het moeilijkste moment voor jou? Ik vond het ontzettend pittig om te moeten stoppen met borstmelk. Het ging lichamelijk gewoon niet meer. Je dient je kinderen om de twee uur uh, te voeden. Je wil ze ook nog aanleggen. Dus je wil niet altijd een fles geven. En dat is die continue strijd. Die, uh, je hebt die strijd gewoon continu met jezelf. Want je wil een tepel aanbieden. Maar je moet ook denken aan de tijd. Maar het moet ook naar Naila. En je hebt, snap je, het, het pittig. Ja, pittig. Of voor ja. mij, ik dacht dat ik dood ging. Door nou, het in de, is de kraamtijd. Pittig. Het is pittig, maar wat ik al zeg, om de twee uur moeten ze alle drie eten. Precies. Dus ze moeten alle drie eten om de twee uur. Maar wanneer eet ik dan? Ja, wanneer slaap ik dan? Nee, dus volgens mij is het dan iets meer dan pittig. Super zwaar. Het, het is overleven. Ja. Um, maar ja, op een gegeven moment, ik, ik kon niet meer niet op eten, niet op slaap. Ik, 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 ja, ik zag er niet uit. Hoe zagen de dagen eruit in je kraamtijd? Het voelde als sinds mijn bevalling. Uh, dat het gewoon één lange dag was. En het voelt nog steeds als één lange dag, als ik heel eerlijk ben. Omdat je, je slaapt bijna niet. Weet je, slaapgebrek is een marteltechniek. <laughs> en ik, ik, ja, het is gewoon zwaar. Ik weet nog dat ik om drie uur s'nachts ging gewoon omeletje bakken. Want ik had trek. Dat was dan mijn ontbijt of zo. Ik had geen besef van dit is dag, dit is nacht. Ja. Het, het stopt gewoon niet. Je gaat gewoon constant. Oneindige door. dagen. Ja, oneindige dagen inderdaad. Ja. ja. En kreeg je dan een hulp van een destijdse partner? Of... Ja, zeker. Ik had, ja, ik had inderdaad een partner. Mijn moeder hielp. Ik heb ontzettend veel aan mijn moeder gehad. Mijn moeder, hielp, ja. mijn moeder um, hielp met oppassen van de kindjes. Ze kwam bij ons logeren. Uh, hielp ze met kindjes. Uh, mijn moeder heeft voor, voor ons gekookt. De vriezer we hadden zo'n. Uh, ik weet niet hoe je die vriezer noemt. Zo'n kist. Zo'n vriezerkist. Oh, ja. Zo'n vrieskist. Uh, die was dan gevuld met eten van mijn moeder. Gewoon bakjes. Oh, heel zodat fijn. Ik, ja, Ik hoefde het alleen maar op te warmen. Dus ik had gewoon warm met de lunch, warm avondeten. Maar wat ik al zeg, je verbruikt zoveel energie. Het is ook zo weer mm. weg. Hallo Joa. Ben je me aan het bellen, Joa? Nou, we zijn nu bij mijn moeder thuis. En ja, we zijn uit elkaar gegaan. En ik heb. Slapeloze nachten gehad, stress. Het uh, is hier ook krap. Mijn zusje woont hier, ik heb twee broertjes. Dus dit is eigenlijk een noodoplossing, maar dat duurt nu al maanden. Um, en ja, ik ben op zoek naar woonruimte. En mijn zusje en ik zijn hierdoor ook wel closer geworden. Weet je? Ik deel veel met haar als ik met dingen zit. Dat vind ik wel echt heel tof. En het gaat goed met de kinderen, ze zijn vrolijk, ze zijn niet eenkennig. Ik vind ze echt ontzettend grappig. Ik vind ze echt grappig. Ik lag de hele dag door met ze. En als ze dan aan het einde van de dag... ...ze in mijn armen sluit en met zijn bed ligt, dan denk ik, ja, dit is het. Er is heel veranderd in de tussentijd. Jij en de vader van je kinderen zijn niet meer bij elkaar. Wat deed het met je toen je wist dat je staande moeder zou worden? Dat is een hele goede vraag. Ik heb daar niet eens... Het is dat je die vraag nu stelt, dat ik bedenk... ...of dat ik er nu over na ga denken, wat deed het met mij? Ik weet het niet. Je moet gewoon doorgaan. Het is wat ik je net al zei, sinds de bevalling is het gewoon één lange je dag. Ik ben nog steeds aan het doorgaan. Ik ben nog steeds aan het doorgaan. En ben er weggegaan. Ik, ik kon daar niet eens mee dealen. Een breuk, een whatever. Ik heb gewoon drie daar kinderen waar ik voor, voor. moet. Daar is geen tijd voor. Die luxe, die heb ik niet. Het is niet dat ik hier. dat ik hierover nagedacht heb. Van, oh, weet je wat ik ga doen? Ik kies ervoor om alleenstaande moeder te zijn. Nee. Er zijn dingen gebeurd. Ik moet snel beslissen. Ik ja. Ik heb die beslissing genomen en het, het is wat het is. Ik weet dat mijn kinderen. Uh, ze zitten goed. Dus ik ervaar rust. Dus hoewel ik niet slaap. <laughs> het is rust, uh, het is meer mentaal mentale denk ik. Mentale rust. Ja. ja, mentale rust. En uh, waar verblijven jullie nu momenteel? Uh, bij familie. En hoe is het voor jou om met drie kindjes bij je familie uh, te wonen? Voor de kinderen is het leuk, ja. omdat ze altijd familie. In de beetje in de buurt hebben. Gezelligheid? Dus, ja, ja. Dat is gezelligheid. Het is gewoon pure gezelligheid. En voor jou? Uh, ook wel gezellig, maar ik ben een volwassen vrouw. Ik zie het zelf graag anders, maar ik heb niet overal uh, controle over. Wat, wat heb je het liefst? Gewoon weer mijn eigen koopwoning, weet je? Ik bedoel, dat is gewoon wat ik wil. Ik heb altijd op mijn eigen benen gestaan. Ik ben onafhankelijk. Ik ben, weet je, toen ik 18 was, ben ik het huis uitgegaan. Ik, ik heb toen mijn rijbewijs gehaald, heb gelijk een auto gekocht. Dus het zit in mij om op mijn eigen benen te staan. En financieel sta ik wel op, op mijn eigen benen. Maar qua ruimte, ik wil ook gewoon dat mijn kinderen een eigen kamer hebben. Weet ja. je wel? En dan ingericht, weet je, je Je kijkt naar hun persoonlijkheid en op basis daarvan richt je het in en kies je kleuren. En ik, zij verdienen gewoon hun eigen space. Ik heb te hard gewerkt en te veel gegeven uh, dat ik dat nu niet uh, kan geven. Hij hey, vertelde net dat je bang was uh, om het leven van je moeder te krijgen. Als in de struggles die zij heeft ervaren als moeder van zeven kindjes. Mm -hmm. Heb je nu die struggle? Ik heb niet de struggle die mijn moeder uh, heeft gehad. Mijn moeder heeft het echt heel zwaar gehad. Het was ook een andere tijd. En ik ben mijn moeder daar echt dankbaar voor. Dat ze gewoon zoveel uh, voor ons heeft overgehad en heeft opgeofferd. Uh, maar wat ik van mijn moeder ook heb geleerd is liefde. Weet je, ik heb gezien hoe je van weinig iets kan maken. Dus ja, ik heb, geen, ik heb geen struggle. Ik struggle niet, weet je. We, Ik heb mijn moeder. Uh, mijn moeder had haar moeder niet. Dat is al een verschil, ja. snap je? Dus ik heb niet, toen ik daar brak in het centrum, was dit niet waar ik bang voor was. En ik, dat waar ik bang voor was, ik weet gewoon dat ik dat nooit ga meemaken. Ja, ik kom uit een groot gezin, ik ben nummer drie uit de rij van zeven. Dus... Ja, ik, ik weet niet beter. Voor mij is dat echt, je kan, je kan het niet kopen. Het is, het is echt puur rijkdom. Dit is echt familie. Hè? Je, je, hebt, je hebt familie en daar moet je dan mee omgaan, want het is familie. En dan is het van ja, weet je. Maar ik, laat me het zo zeggen, ik zou met deze mensen omgaan, ook als ze geen familie waren. voel je je wel eens eenzaam? Ja, zeker. Wel eens gelukkig. Het is dus niet uh, dat het uh, dagelijks is, maar ik voel me zeker wel eens eenzaam. Omdat ik. Uh, er speelt veel en dat kan je niet met iedereen bespreken, denk ik. Ik heb wel mijn vriendinnen waar ik het mee bespreek. Uh, maar ja, ik heb meegedaan aan, aan een televisieprogramma. En het geeft een vertekend beeld van de realiteit. En dat geeft een eenzaam gevoel, want je wil eigenlijk zeggen hoe dingen echt zijn. Maar ja, ik, wat ik al zeg, mijn kinderen staan voor mij op nummer één. Doordat ik die keuze maak om niet uh, tegen bepaalde dingen uh, in te gaan, maakt dat het dat ik me eenzaam voel want je dat je niet alles kan delen wat je, wat je zou willen delen, eigenlijk. Zeker, er is een stuk wat waarschijnlijk nooit naar buiten gaat komen. En daar betaal ik een prijs voor: ja. eenzaamheid. Uh, weet je, je wordt aangevallen door mensen op het internet. Wat van, uh, pff, nog steeds hoor, heb ik dat. Dat mensen gewoon in mijn DM uh, berichten. Wat, 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 wat voor dingen zeggen ze dan? Nou? Oh, er wordt gezegd dat ik uh, dat ik bijna niks voor mijn kinderen deed. Omdat ik één avond uh, weet je, zes uur heb geslapen, maar dat is niet de realiteit. Wat, wat heeft dat met je gedaan? Want je gaat niet met die instelling meedoen aan het programma. Wat heeft het met me gedaan? Het heeft ervoor gezorgd dat ik, toen het op tv kwam, ik er niets meer wilde zien. Ik heb de eerste, volgens mij heb ik de eerste avond gekeken en de tweede avond dacht ik. En daarna niet meer. Want wat gebeurt er? Het komt op tv. Je weet het is zeven uur. En dan hoor je je telefoon aan gaan. Nou ja, vervolgens op Facebook komen er allerlei haatartikelen. Uh, weet je, de koppen ook. Uh, weet ik het, ik ben lui, ik ben een prinses, ik klaag. Ik, terwijl ik gewoon vol in mijn hormonen zat, vol in je hormonen. Wanneer een moeder beval is van een eenling, duurt het ongeveer anderhalf jaar voordat de laatste hormoon eruit is. God weet hoe het zit met een drieling. Het heeft nu toch wel een soort van bittere nasmaak uh, gekregen. En gelukkig zijn er ook moeders die zich konden herkennen in um, wat ik heb laten zien. Ik, heb, ik had de optie om die beelden er allemaal uit te laten knippen: dat ik inderdaad wat minder aardig was. of uh, gewoon moe. Gewoon zo ontzettend moe was. En ik heb het er bewust in gelaten, want dat is het leven als je net bevallen bent. Heb je een boodschap voor andere al moeders? Ik denk dat het goed is om te weten dat we meer kunnen dan we denken. We laten ons misschien meeslepen door dingen die om ons heen gebeuren. Maar als je gewoon bij jezelf houdt en je weet wie je bent, uh, wij kunnen alles. Ik hoop ook dat wij vrouwen elkaar meer steunen. Want niemand weet wat een mama meemaakt beter dan een andere mama. Oh, en alles is tijdelijk. Alles gaat, alles voorbij. gaat voorbij. Ook hartseer of stress of wat is allemaal tijdelijk. Nou dat is een hele krachtige boodschap. Ja. Ik vind je van een hele positieve moeder. Dank je. dan dat jij vandaag je verhaal met ons uh, wilde delen. En uh, voor jullie thuis bedankt voor het kijken. Heb je nog een vraag? Laat het vooral weten. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal.